De spermadonor heeft eindelijk een naam. Het is te zeggen drie namen. Sam, Bill en Harry. En die komen alle drie naar hun trouw. Ik hoop het. Godje, mijn as. En weten ze ervan? Wat denk je? Dat zeg je toch niet zomaar tegen een wild vreemde? Harry, Harry, kus me. Deze middag heb ik nog Ellie gespeeld en dan nu was Sophie, dus je moet er echt wel bij blijven. Je moest deze middag gewoon die teksten zeggen en dan even de tijd tussen de shows nemen om even te concentreren op een andere rol. Maar ja, het is ook wel heel leuk, want ik vind dit zo'n leuke rol, Sophie. Dus ik ben heel erg blij dat ik hem mag spelen, echt waar. Ik heb de vrijdag de eerste show gehad, dus ik heb er al een weekend op zitten. Hij was al geroutineerd. Wow. Er is zot veel ambiance op het podium natuurlijk. Er is zot veel goesting in heel de cast. Je merkte dat ook op de eerste repetitiedag al. Iedereen wist zijn pasjes. Iedereen had zijn tekst al bekeken. Omdat iedereen zoveel zin had om er terug aan te beginnen en zo. Dus ja, je voelt wel echt dat het te lang is geweest. En dat nu iedereen echt klaar ervoor is om er weer te knallen. Ja. Ja, en de energie op het podium is één ding. Maar de energie in de zaal is een tweede ding. En dat merkte gewoon ook vanavond. Dat is een bom die ontploft. En dat is zo leuk om dat terug te voelen van, ha, die opluchting van, we zijn hier allemaal terug samen en we bouwen een gewoon een feestje samen. Dus dat is super, super fijn. Ja, wij kennen elkaar ook al heel lang, dus dat voelt zo vertrouwd om samen te spelen. En die verandering is eigenlijk ook wel eens leuk. Allee, ik heb nog niet zo heel veel met Tinne nu gespeeld, maar zo op het einde van het weekend vind ik het wel als afsluiter heel leuk om eens met een andere Sophie te spelen. Dat dus, houdt de spanning erin zo. En ja. Iedereen is dan nog meer aan het opletten en toch een beetje spannend. Ja, en we leven ook wel mee. En dat maakt het ook wel leuk dat we als hele cast ook wel echt u ondersteunen en dat ook wel heel fijn vinden, die spanning zo. Ik heb gezegd, ik speel nu met Shana, Ellie en Lisa. Als wij 10 jaar ouder zijn, dan worden wij Tanya en Rosie. Dat zou ik ook wel heel grappig vinden. En word jij een van de vaders, hè? Dat kan. Welke vader wil je? Ik weet het niet. Ik zou eigenlijk zo'n beetje de mannelijke versie van Tanya wel willen spelen. Dat zou ik leuk vinden. Zo gewoon een gender swap. Weer een nieuwe versie? Ja, dat zou ik super leuk vinden. Nu alleen nog echt Abba aan boord krijgen en dan komt dat dik in orde. Soms ga ik dat de wereld kon blijven stilstaan. Wij spelen nog tot september. Tot september hier in Antwerpen. En dan eind september gaan we nog naar Hasselt. Dus dat is ook wel heel leuk. Allee, 10 september is onze eerste in Hasselt. Dus ja, de mensen. En het regent buiten. Dus het is perfect moment om naar theater te gaan. Ik heb mijn vaste dagen. Dus ik wissel de rol af met Michiel. En Lauren speelt er ook een paar. Dus wij zijn eigenlijk met een trio die elkaar wel afwisselt. En jij hebt je vaste dagen, hè? Ja, ik speel de donderdagavonden en de zondagavonden. Dus kom zeker kijken naar mij. Till you.